Drie studenten leven onder één Leuvens dak. Elke week brengen ze verslag uit van hun avonturen op kot. Dat is echt een ramp. Kijk, het ding is, mijn mooie laptop, je zou dus denken, die werkt wel. Want die werkt ook. Maar vanaf dat je twee programma's combineert, internet en Photoshop, dat gaat niet meer, hè. Dat gaat niet. Die zegt van stop, error, gedaan. Dat is letterlijk een van de enige dingen in heel deze pandemie dat je echt nodig hebt als je student bent. Een van de enige dingen. Oh, en normale mensen zouden dan zeggen, Lieselore, skip je lessen toch gewoon. Maar Lieselore heeft een belofte gemaakt aan zichzelf. Lieselore gaat nu in één keer slagen. In januari is het dag school. Hallo job. Ik wil niet meer iets anders doen. En ik wil niet terugstruikelen. En al zeker niet als het is op mijn laptop. Dus, I need to fix this. Ja, papa? Ja? Ja, ik heb even een vraagje. Mijn pc die is kapot, dus ik moet die 2 weken binnenbrengen. Maar ik heb morgen les en de dag daarna les. Dus ik zou eigenlijk wel vragen of ik uw laptop eventueel mag lenen. Tuurlijk. Ja? Dag, papatje. Mijn reddende engel. Kom het? Waar je paswoord is? Typ het. Ik weet niet of het meer een hoofdletter is. Oké, dank je. Deze zomer was hard, financieel gezien, want studentenjob in de cinema was er niet meer. Ik heb letterlijk ook geen geld verdiend. Dus ik heb een tweede job gevonden hier in Leuven. Eerst dat ik daar moest werken, mocht ik nog niet veel aan de bar zelf staan. Dus ik zat vooral aan de afwas. Ik had iets van, als ik hier 5 shifts aan elkaar en heel dicht aan elkaar aan de afwas moest staan, hallo, ben weg. Ik ga niet heel de tijd met zeep bezig zijn, ik kan ook andere dingen doen. Boontjes of groentjes? Groentjes. Groentjes, alright. Tot elke job die ik ooit heb gedaan, is bedienen altijd een plus met 2. Goedenavond, kan ik u helpen? Alright. Zo, die klanten zo gelukkig kan maken in 2 minuutjes. Ah, goed en wel. Zeker als ze zeggen van, oh, die heeft ze smaakt. Dan denk ze van, hé, ik heb die burrito gemaakt die je net hebt gegeten. Dus, graag gedaan. Alsjeblieft, en dank je wel. En allemaal zo sneaky. Allemaal heel stiekem gedoe. En ik wist van niets dat heel goed geheim worden. En Oh, baby. Amai, ik ben even sprakeloos. Ik had het niet verwacht. Ik zit de hele tijd hier gedreven. Maar ja, ik wil gewoon. Ik ben mijn vrienden ziel mee verjaardag. Dus we gaan naar de auto. Heel simpel. Dus we kunnen bubbels doen. Geen probleem. Ik had niet gedacht dat jullie allemaal. Hey sweetie, happy birthday. The most hardworking person we know deserves a break. En die brakke film van 10 jaar geleden kan echt niet meer. Dus bij deze hebben jullie lieve vriendjes er iets aan gedaan. We love you so, so much, baby. Dikke kus van een oud amai. All the men. Wow, fun things, honey. Ik heb er een missie van gemaakt om te omringen met echt wel goede zielen. Iedereen is wat anders. Ik heb verschillende vrienden groepen, maar uiteindelijk kan iedereen wel samenkomen en zijn er alleen maar positieve vibes. Wat dat mijn vrienden hebben gedaan is echt iets dat ik nooit, dat is iets dat ik nooit kan vergeten. Happy birthday to you! Happy birthday! Hoera! Hey! Blast! Blast, dat is zo! We mogen de taart niet meer eten!